ja, we zijn weer onderweg. Ziet het al, hè? Dat moet natuurlijk wel. Supercars Sunday in Viva Italia zijn de dikste auto's van Nederland. Allemaal bij elkaar op het circuit van Assen. Loods Elise. Gewoon op de groene plaatjes. Zo doe je dat. Oh, gewoon op de gele platen. Gewoon verzekering betalen. En Nederlandse BPM. En de Tesla die denkt, ik wil ook meedoen. Zo maar oppassen, straks is je accu'tje leeg. Ja, ken je dat? Het is warm, geen airco in het busje. Maar ja, ik wil natuurlijk toch best heen met het busje. Maak natuurlijk toch reclame bij die mensen. Dus het zon zijn, daarbij is dit de Fiat Viva Italia. Maar om geen zweetplekken te krijgen, ik heb maar één t-shirtje bij me. Gaan we maar even net doen alsof we naar het strand gaan. Heerlijk! Ladies! Ladies and gentlemen! Ja, we gaan gewoon proberen met onze Fiat. Oh ja, er staat geen Fiat meer op. Kijken of we gewoon het circuit op kunnen komen. Meestal lukt dat me wel. Ik moet wel zeggen, Assen is wat moeilijker dan Zandvoort. Maar ik denk dat het wel weer gelukt. Oh, natuurlijk is het weer gelukt. Kijken. Italiaans, jongen. Mooi is dat ook, hè? Alarmen. Ja, ze zijn er ook weer, hè? Morgen! Oud glimt best of show op rijpodium voor vandaag. Ja, dan nu de uitdaging natuurlijk. Ik vind het wel gedurfd, hoor. Zoveel vertrouwen in onze Nico. De Lamborghini Diablo. Ik zou het niet doen. Eerlijk, ik zou het ook niet doen. Leuk filmpje voor op Dumpert. Oh, daar start hij, hoor. Pas op, hoor, je wordt bijna overreden. Oh, door een Jaguar. Ja. Ja, als het dan toch een auto is, hè. Maar ja. Jeetje, mine, wat mooi, hè. En dan gaat hij dan. De jongensdroom van velen, dit is Diablo. Muziek in de oren. Wat een kontje. Dat mag gezegd worden. Het is ook zo veel, hoor. Oh, even geen T3 RS. Ja, dan mag je best wel lachen. Ja, hier komen we toch voor, hè? Ja, dan gaan we verder met deze schitterende Ferrari. Ja. Ook dat gaat net inderdaad. Als je aangereden wordt, dan liep wel door een Lamborghini natuurlijk. Ja, die regelt het wel. Alarmen gaan er gewoon vanaf hier. Pak deze kandidaat weer. 14:45 dus de prijs rijden. Zullen we zien of hij de prijzen valt. Wat een saaie groep. Zijn we er klaar voor? Ja! Ik ga nog één keer, nog even met de allerlaatste. Ja, 3, 2. Zijn we er klaar voor? Ja! Oké. Okay. Ja, ja, ja. In de lucht nou. Ja, ja. Lekker dansen, 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 dansen. Ja, maar ik zie dat altijd. Openbouw. Oeh. Kijk naar die voorkant, die achterkant is nog zo dik. Tering, een warm Nederlands kenteken. En dan zijn we een smerige podium op uit. Dat je hem ook zelf mag gaan wassen. Daar komt de raamspul. Oh, wacht. Ik ga dit niet buiten. Ik ga de raamspul voor je regelen. En eindelijk die vliegjes er weg. Kijk, dan kun je met hetzelfde duk. Deze gaan we trouwens zo weggeven. De Active. Moet even goed zeggen, Active Insect Remover. Al wel een beetje oppassen met de zon natuurlijk. Goed inspuiten, producten werkbaar doen. En dat is wel belangrijk met het rijden van een auto. Mag je voorkantje doen? Mag jij hem namens doen? Maar die zijn natuurlijk vanmorgen met 180 km/u zijn ze erop gekomen.
minimaal. De Fiat zou ik hem even de deur voor je open doen. Normaal gesproken alleen voor mooie vrouwen, maar ook op het podium. Daar zat ik dan wel weer goed bij. Wat doe je normaal voor je dagelijks leven? Ik studeer nog. Wacht even, je studeert en je hebt zo'n auto. Oké. Okay. En hoe groot zijn de plantjes nu? Oké, dat was het dus niet. En waar zegt ze eerlijk, ik wil heb je gewoon tussen jullie instaan. Zijn we klaar voor de finale? Begin bij jou, ja? Oh. Lang zal die leven, lang zal die leven. Dat is anders dan heb je beurt, hè? Ja, kap. Hey. Ja, je hebt zin, moet nog even één liedje zingen, omdat je het kan. Ah, je hoeft ook helemaal niet meer, je hebt gelijk ook, jongen. Waarom meer doen als je 6 kan halen en je gaat ermee over? Hé, hey, weet je wat het is? Moet je een beetje in je haar spuiten, wacht, een beetje in je haar spuiten. Ja, en dan een beetje zo. Oh, dat is mooi zeg. Ah, is weer wel een parking door Pierre, jij regelt het allemaal wel, hè? Ja. Oh, ja. Ja, kan ook niet missen natuurlijk, hè. De winnaar, nummer 3, Best of Show, gaat naar Italiano Ferrari, de 599 natuurlijk, van Pascal. Ja. Dat is een hele goede handen en dat kan je ook zien, dat is een hele mooie auto. Hij was hier vanmorgen wel schoon, maar hij heeft ook een rondje op zijn tieten gereden. Dus dat mag het, hè. Dan kijken we er doorheen. Hé jongens, laten we nog even zien aan het publiek. De winnaar, Best of Show, nummer 3. Je mag het niet eens een Fiat noemen. Het is namelijk de Apart 500. Jongens, we gaan naar de nummer 1, the one and only. Best of Show, hier at Supercar Sunday, Viva Italia, goes to! Ik ga zijn naam ook niet noemen, ik hoef alleen maar zijn auto te noemen. Dan weten we genoeg. Natuurlijk de Lamborghini Diablo! Nou, hoe trots kan je zijn, hè? Beker op je Ferrari zetten, wat een lef. Wauw. Eerste keer in mijn leven in een Lamborghini. Schitterend. Hey Nico, dankjewel, hè. Ik ga er vandoor in de Lambo. Anders zo'n lage Lamborghini, je kan alles goed zien. Dus dat je zoon al met de beker. Ja. Bart, Lamborghini ja. Jeep. Zal die knaken, pak ook eindelijk een echte auto. Het circuit af. Alle mensen die allemaal leuk aan het kijken zijn. Die mooie bus die langs rijdt natuurlijk. Ah, hoppa. Nog even een GTR'tje erbij. Rambambambam, GT3'tje. Nog even een Ferrari'tje. Ja, het heen rijden is leuk. Maar het naar huis rijden is net zo leuk. Een belletje, een spoedklusje. Meneer van de Parkwas, kunt u alsjeblieft even langskomen? We zijn gisteravond uit geweest en de boel is ondergekotst. Ja, eerlijk gezegd, het is voor mij ook zondag. Ik heb de hele dag gewerkt. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, zoek het lekker uit. Maar ja, dan denk je dat je vrijheid hebt als ondernemer. Ik kan geen neven kopen. Dus hoppakee. Van het podium weer lekker het autowas pakken. Ik hou toch van die afwisseling. Ja, vol met sportwagens. Maar volgens mij. Ja. Oh, ziet er weer mooi uit. Nou, dat zit er weer op. Toch even bedanken voor Cavallaro, jongens. Ik heb vandaag voor ze een beetje promotie mogen maken. Maar een mooi vestje, jongens. Ik ben er weer blij mee. Nou zit mijn dag terecht op. Ik ga lekker genieten van het weekend. Ik zeg dankjewel voor het kijken natuurlijk. Mocht je dan denken, ik vind het helemaal niks aan, dan snap ik dat. Mocht je dan denken, nog best lachen. Doe dan even abonneren. Doe even doe. Yes. Hey, tot de volgende keer. Ik ben Gert-Jan. See you next time.